Ik ook, met Roek. Wat staat er vandaag op het menu? Broodje kip, ketchup met zoete aardappelfrietjes. Wat zit er in het kratje? Satésaus. Cassavekroephoek. Zoete aardappelfrietjes. Bokgroenten. Kip. Broodjes. Olie. Frituurde uitjes, komkommer en ketchup. Met deze materialen gaan we vandaag koken. 2 koekenpannen. Een mesje. Pak liefst een mesje met een kachelrandje. Dit is het handigst. En een potlepel. Zet de koekenpan op het vuur. Zet het vuur middelhoog aan. En voeg de helft van de olie toe. Voeg nu de zoete aardappelfrietjes aan de pan toe. Zorg dat er geen frietjes over elkaar heen liggen, dus dat ze allemaal goed verspreid zijn in de pan. Pak nu de andere koekenpan en zet deze op een andere plaat. Zet hiervan het vuur ook middelhoog en voeg de andere helft van de olie hier aan toe. Voeg aan die pan de kip. En de ketchup toe. Roer dit goed door elkaar. Roer de frietjes door. Blijf de kip goed doorroeren. Als het iets te hard gaat, zoals hier, zet je het vuur iets lager. Laat de kip nu langzaam sudderen. Voeg nu de wokgroenten hierbij toe. Roer dit door en laat het op een laag vuurtje verder samen sudderen. Als de zoete aardappelfrietjes op alle kanten goudbruin zijn gebakken, zet je het vuur laag en laat je het zo even verder garen. Zet de kip nog eventjes op middelhoog vuur, zodat het eventjes nog aan kan bakken. We gaan de broodjes nu snijden. Let op dat je dit voorzichtig doet. Snijd de broodjes niet helemaal door, laat één kant een beetje aan elkaar zitten. Doe dit bij beide broodjes. Zet het vuur van de frietjes uit. Zet het vuur van de kip uit en haal deze van het vuur. Laat de aardappelfrietjes er nog eventjes op staan. Pak een broodje. Smeer deze een beetje in met satésaus. Doe hier de kip op. Voeg de komkommer toe. Strooi hier de uitjes overheen. Doe op de andere kant ook nog wat satésaus. En zo heb je één broodje. Doe dit ook bij de andere en maak zo je bord op. Het tweede broodje is nu ook klaar. Haal de aardappelfrietjes nu van het vuur en doe deze erbij op het bord. Voeg de resterende satésaus bij de frietjes. Doe de cassave op het bord. En strooi er nog wat uitjes overheen. Dit is het eindresultaat. Het ziet er hartstikke lekker uit. Eet smakelijk.